De politie is vandaag begonnen met het controleren van weggebruikers op naleving van de laatste COVID-19 maatregelen. Een van de maatregelen is dat burgers aan de hand van de eerste letter van hun familienaam op straat mogen om inkopen te doen. Politieinspecteur Humphrey Naden zegt dat vandaag niet zo streng is opgetreden, maar vanaf morgen zullen de sancties conform de wet uitzonderingstoestand COVID-19 worden toegepast. In de wet is opgenomen dat wie zich onrechtmatig op straat bevindt, een gevangenisstraf of geldboete riskeert. Nou, mijn indruk hoor, voor wat vandaag betreft. Ik ben daarom speciaal in de stad gekomen om rond te rijden. Ik ben in het zuidelijk deel van Paramaribo gegaan. Ik ben naar het noordelijk deel gegaan. En het is relatief rustig op straat in vergelijking met een normale situatie. Dus, ik denk dat we ontevreden hoeven te zijn. Het kan natuurlijk beter. In feite mag niemand die op straat zou mogen zijn, binnen moeten zijn. Maar ja, u weet hoe het gaat. Het is een utopie in feite. Maar als we kijken naar de verkeersdrukte, dan valt dat mee. Dat is een maatstaf voor mij. En je ziet ook weinig, en je bent ook getuige van, je ziet geen voetgangers. Wat je ziet zijn meer auto's. Maar je ziet dus geen voetgangers lopen. En de weinige voetgangers die ik heb zien lopen, ik ben blij te zien dat het leeuwendeel van ze wel een mondkap op hebben. Of een zakdoek of een mondkap. Dus dat geeft aan dat men de boodschap heeft begrepen. Een groot deel van de bevolking heeft de boodschap begrepen. En dat is een heel positief ding om te zien, ja. Naden zegt dat de politie de komende tijd controlewerkzaamheden zal blijven uitvoeren. Hij benadrukt echter dat de samenleving wel moet beseffen dat ze ook verantwoordelijk is voor een veilig Suriname. Ik denk dat het wel tot onze samenleving moet doordringen, dat het om een serieuze zaak gaat en dat wij terecht mogen verwachten dat men hun eigen verantwoordelijkheid ook op zich moet nemen. En thuis moet blijven, niet om, doe het niet voor anderen. Doe het voor jezelf en voor jouw gezinsleden. Want als je zonder reden de straat op gaat en je gaat ergens en je loopt dat virus op en je gaat ermee naar huis, ik denk dat iemand ziekte naar huis wil brengen. Toch, dus laten we dat even in mind houden. En als we gewoon houden zijn 2 weken, ik denk dat als we ons, zeg maar, disciplinair opstellen en in deze 2 weken ons echt houden aan dus de afgekondigde maatregelen, dat we daarna weer die versoepeling gaan kunnen zien dat reeds was ingegaan. Maar u weet, kort na de verkiezing hebben we dus een spike gezien. We laten in het midden hoe het gekomen is, maar er is een spike. En daarom dat die maatregelen terug moesten worden gedraaid en een beetje strakker moesten worden getrokken. Maar we gaan dit ook overleven 2 weken, UNODD. Laten we even doorbijten en dan hoop ik dus dat we na die 2 weken weer een versoepeling mogen zien. U hoorde inspecteur Humphrey Naden. De politie heeft vanmorgen controles uitgevoerd op naleving van de COVID-19 maatregelen.